Hallo, mijn naam is Simon en mijn urban craft is zandsculptuur. Zandsculptuur, dat wordt gemaakt eigenlijk met zand eigenlijk. Je hebt zand en water, hoe dat we het maken. Maar dan door de lucht die erdoor komt, droogt zand eigenlijk volledig uit en komt eigenlijk tot vrij fijn zand. Maar als je dat dus gecompact hebt, wordt dat dus keihard en zoals je ziet, we moeten dat gaan afbreken. De tentoonstelling is afbreken met voorramers en met grote kranen. Maar anders krijg je het beeld eigenlijk niet meer kapot. Het verschil met strandzand is dat dat een rechthoekige textuur heeft. Om de vergelijking te maken, strandzand zijn knikkers, daar kan je geen toren mee maken. Dit zijn eerder legoblokjes waar je dan weer wel torens mee kan maken. We smijten zand in houten bakken en dan compacten we dat. En zo bouwen we eigenlijk torens op, de ruwstructuren van de beelden, om nadien eigenlijk de bakken van boven weg te nemen en zo naar beneden toe te sculpteren. De sculpteertechnieken zijn dezelfde eigenlijk bij klassiek beeldhouwen. Alleen dat je heel voorzichtig moet zijn omdat het zand is. Dus soms moet je korreltje per korreltje weghalen. Maar het belangrijkste is eigenlijk een goede gestampte blok. Dat is eigenlijk al de helft van het beeld. Droomprojecten, we hebben er eigenlijk al een paar heel mooie mogen doen. We hebben in Brazilië sculpturen mogen bouwen op het strand, twee keer al, voor een internationaal festival. Dus dat was echt werken in het paradijs.